Dag iedereen, welkom bij Cross, de podcast van PlaySports over het veldrijden. We gaan het vandaag uiteraard hebben over het WK in Hogerheide van het voorbije weekend. Onder meer de koninklijke spurt tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert komt aan bod. Maar er is veel meer om vandaag uh, over te praten met mijn gasten. Een drievoudig wereldkampioen, veertienvoudig Belgisch kampioen, Kant... En uh, Camille Van den Berg, de teammanager van team 777, de ploeg van onder meer Annemarie Worst en vooral ook een kenner van het vrouwencrossen. Mag je dat zeggen, Camille? Ja, kenner. Ik zit er al een tijdje in, dus ja, dan kan je wel zeggen dat je iets vanaf weet. Zeg maar. ja, en je hebt er heel veel zien komen, heel veel zien uh, groot worden, ja, letterlijk en ja, figuurlijk. Ja, ja. Dus uh, ja, je volgt het op de voet. Hè? Ja, je volgt redelijk op de voet. Dus, uh, ja. Ja. Uh, Sanne, je hebt het WK laten passeren. Iedereen weet dat. Hoe heb je het voorbije weekend met heel dat WK-gevoel, die koorts die wordt opgebouwd richting dat WK, hoe heb je dat beleefd? Goh, uh, vrijdag een beetje begonnen met. Uh... Ja, ik heb moest meer interviews geven precies, nu, uh, nu dat ik niet meedeed, dan, uh, dan dat ik wel meedeed. Je was vrij, hè? Ja, ik was vrij. Um, dus uh, ja, vrijdag woonde het een beetje in. zaterdagochtend uh, ochtend het zo te kriebelen in mijn buik, dat ik toch maar beslist heb om, uh, om naar de cross te rijden en te gaan kijken, te plaatsen. Hoe is dat meegevallen? Ja, best, uh, best leuk. Het was de eerste keer voor mij langs de andere kant van Trangik. Dus uh, heel plezant om, uh, om zoiets mee te maken. Um, wel iets minder volk op zaterdag dan op, uh, dan op zondag. Dus uh, gelukkig uh, kon ik af en toe nog, nog wat tips meegeven aan uh, mijn collega's. Um, maar ja, pas heel plezant. Maar heb je een beetje uh, incognito kunnen uh, rondlopen in Hogerijden? Want ik kan me voorstellen, als, je, als iedereen ziet, Kant is hier, dan en zie jij weinig de van de sport. Ja, ik dacht, ik zet een, uh, een witte muts op, dan uh, val ik misschien net iets, iets minder op. Maar vanaf dat één iemand het, het zag en een foto kan vragen, dan was het uh, een beetje vertrokken. Maar was nog wel leuk. Je had er geen spijt van? Nee, 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 nee zeker niet. Ja, um, maar ho hoe was het om niet mee te crossen? Want ja, je hebt, wat is het, ik heb gecheckt en geteld, ik denk 13 WK's op rij. Gereden. Ja, ik denk 16. Um... Met ik... jeugdkampioenschappen dan? Ik, had, erbij. ik heb nooit jeugdkampioenschappen gehad. Ah, altijd elite? Ja. ja. Oké, okay, dan, dan was de site nog niet nee. aan het tellen op het moment dat... Ja, okay. Nee, mijn eerste was in hoogleden iets. Uh... Dus uit uh, 2006, als ik me niet vergis, of 2007? Mijn laatste, ja, 2007. Ja. ja, dus um, ja, nee, normaal. Uh, ik heb er 16, 16 op rij gereden. Dus ja, het was uh, heel, heel raar. Ja, want je, je hoeft niet op die fiets te springen. Nee. Uh, je hoeft geen stress te hebben. Dat, dus, dat is ik toch heb weg. meer stress nu, uh, nu dan dat ik zelf moest ja? rijden. Ja. Je voelt meer uh, de mensen op je afkomen. Op die dingen, zeg maar. En op de grond die je loopt daar. Dat, dat, dat voelt veel anders. Ja. ja. Ja, dus dat gevoel van stress ken jij. Tuurlijk, uh, veel meer, allemaal. want je hebt er veel meer naast het parcours meegemaakt dan ja, erop. Ja, maar dan erop, ja. Maar je net wat Sanne zegt, je loopt daar rond en je dan ja, ondertussen voel je toch die vibe van, van de mensen om je heen, die sfeer die er hangt. Uh, ik was donderdag op parcours aan het lopen en je voelt gewoon die grond ademen, zeg maar zo van, oh, dat gaat maar gebeuren hier, zeg maar. En dat is gewoon, ja, moment is gewoon leuk. Ja, het, ja. Was, het was ook zo, hè. er is van alles gebeurd. Ja, ja. Misschien eerst is gewoon in het algemeen het, uh, het WK in Hoge rijden. Qua organisatie wordt gezegd misschien het beste ooit. Het was, het was onwaarschijnlijk. Zoveel volk en ja, de site kon dat allemaal uh, aan precies. Hè? Ja, net wat Adrien gedaan heeft, die veiligheidszones voor de renners was het perfect. Uh, na dat ene incidentje dan met de fotograaf die met zijn schouder over parcours stond, met zijn elleboog. Maar verder, ik denk dat het voor de veiligheid van de renners op een top was. Uh, parcours overal 4, 5 meter breed. Dus ja, wat moet je dan nog wensen als renner zijn uh, parcours te hebben, zeg maar, zoals dit? Ja. ja, vier, vijf rijen dik, dat was zondag. Zaterdag was er minder volk, dat, dat spreekt voor zich. Gisteren heb je ongetwijfeld gekeken. Ja. Wat dacht je? Door die mensenmassa, ik had toch graag dat WK op een of andere manier meegemaakt? Um, ja, maar de vrouwenkwaliteit is jammer genoeg, vind ik zelf uh, op zaterdag gezet uh, de laatste jaren. Um, maar ik weet nog, uh, zoals het WK in Kok zei, dat was het inderdaad ook door zo'n mensenmassa. En dat is dat is kippenvel van de start tot de, tot de finish. Um, moeten ze dat toch weer veranderen? Want ik, ik hoor het je zeggen, hè? het zou ook op zondag moeten zijn. Ja, ik, ik snap wel. Ze hebben het in de tijd verzet omdat ze zo de hoofdactiviteit van de vrouwencross wou maken op zaterdag. Maar op zich, ja, er gaan nooit op zaterdag zoveel volk komen dan op zondag. En ik denk ook niet dat er minder volk gaat komen op zaterdag. Moest er moesten een andere categorie in de plaats komen. Dus op zich nemen ze ergens wel een stukje, een stukje sfeer weg... Um, nu voor ons. Dus het zou, echt, ja, het zou veel mooier zijn, denk ik, euh, als we terug naar zondag mogen verhuizen. Ga je mee in het verhaal, Camille? Ja, ik ben het zeker mee eens. Vooral als, als renner zijnde. Als je als jong renner, belofte renner, komt. en je rijdt vanaf die Nioren, waar je nog geen WK-greep hebt. of een keer een WK dat je dan ook op zaterdag rijdt, dan ineens aan zondag waar 40.000 man staat te juelen en te roepen. en te doen maar wat ze doen, zeg maar. En dan krijg je zoveel kriebels. Naar, sommigen sommige op beslot. En om dat ineens mee te maken en de elite hebben dan al meer. Uh, ervaring in dat, en ik denk dat het voor een elite ook veel meer bevestiging is, de uh, dame, om op zondag te koersen. ja. ja. Oké, okay, de, de UCI moet maar eens uh, nadenken, maar bon, uh, ik heb de indruk dat er op dit moment wel staat. Dat het niet zomaar zal veranderen, hè? Nee, ja, goed, uh, ja, er zijn altijd nieuwe dingen, nieuwe plannen, nieuwe ideeën um, bij de UCI. Um, ja, ze willen het een beetje verdelen, ook voor de tv-uitzendingen. Ja, het is een totale plaatje, denk ik, waar ze gewoon naar moeten gaan kijken en eens een keer uh, Moeten bij elkaar komen en ook eens een keer kijken wat voor de jongeren doet, zeg maar. Ja. Welke ervaringen met de WK heb jij, Camille? Want je bent er nu al een aantal jaren bij als, als ploegleider, ja. uh, maar je hebt zelf ook gecrossed, hè? Ja, ik heb in het verleden ook gecrossed, ja. was dan het eerste WK was, was mij het laatste WK. En uh, ja, daarvoor uh, in Siemen-Gestel een uh, vijfde plaats bij de Belofte, in Tabor achtste bij de Elite Renners. Dus ik heb aardig wat WK's meegemaakt. Het WK dat ik uh, s'nachts, uh, nacht mijn dochter geboren is en zondag het WK reed in Zijdam. Dus ik heb aardig wat ja, randzaken rond het WK, maar nooit echt een deftig uitslag, zeg maar. Uh, geen podium of geen... Uh... Ja, top 10 op een WK. Er zijn veel ja, mensen die maar, daar ja. al uh, zouden van dromen ja, en ja, voor willen was, tekenen. Bij mij is er nooit de doorslag gegeven om, uh, om de top te bereiken, zeg maar. Ja. Maar je, je was een specifieke crosser, hè? Een geweldige start, ja? Ja, ja ik was heel makkelijk met starten. Op uh, een gegeven moment dwing je dat dingen af. Ik was ook een renner die niet remde. Ik gebruikte mijn collega's als rem. Dat was een voordeel. Ja, en uh, op een gegeven moment wist je zo, ja, als ik een moeten we gewoon ruim baan maken, want die duwt toch wel door. En, uh, ja, en ik heb daar eigenlijk gewoon een status mee gekregen bij de jongens, dat ik altijd een ruim baan kreeg om ja, door te gaan, zeg maar. En ja, dan kon ik kon redelijk goed starten en ik kreeg mij weg. En dan was het ja, dan had ik meestal de kopstart, twee ronden. Anderhalve ronde. En dan uh, zag je me weer terugzakken naar plek 14, 15. En dan finishte je rond die plek, zeg maar. Ja. Je kwam dus altijd in beeld, elke cross. Uh, ik heb twee jaar lang uh, bij uh, John de Schacht gereden, alleen voor dat. Voor Bambède uit de weg te brengen. Dat hij de, de weg kon maken wat je moest maken, zeg maar. Ja. Echt? Dus, uh, alleen specifiek voor mijn start, Je had ja. een contract daarvoor? Ja. 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 En je kon dat, uh, je kon dat plaatsen? Want ja, je wist van, mijn rol zit er na één of twee ronden op. Nou ja, goed, op een gegeven moment moet je keuzes maken. Ik kreeg bij de Rabobank en uh, ik merkte gewoon dat ik niet met het... Wereldtop mee kon. Ik was subtop, uh, plek tien. Had ik een goede dag, plek acht, vijf misschien. Maar dan moest ik een hele goede dag hebben. Dat was echt al dan ik zeg: Ik heb een superdag vandaag. Maar op een gegeven moment moet je gewoon keuze maken van ja, waar moet ik het dan halen? En toen merkte ik dat mijn start goed was. En toen kwam Ben Berde van: joh, We willen graag iemand erbij hebben zoals jij. Alleen het gaat om je start. Nou, toen ben ik uh, daar specifiek op gaan werken. En uh, het was alleen maar start. Uh, ja. Ja. Ik las een uh, anekdote, een verhaal over 2K en de Hoogleden. Ja. Wat is daar precies gebeurd? Jij mag het vertellen. Uh, dat begon al met inrijden. Dat was ook ja, gewoon een, een dag waar ongelooflijk veel sports waren. Um, de Belgen reden toen op dat moment echt wereldtop. Uh, iedereen ging naar het duel. Sven Nijs en Bart Wel eens kijken. En dan komt de eerste ronde. Komt daar een, uh, een renner door uit Nederland. Die een kopstart heeft. Een tweede renner was ook een Nederlander. En we rijden een, een bak in. Um, en er staan een aantal Belgen die ja, boer roepen en uh, nog wat mensen wat spugen. En met één rijden hadden we al een keer al ja, een beetje ruzie gehad. Ze hadden al een keer al mijn shirt getrokken. Ik had mijn knie gestoten, dus het was of, of ik wel kon starten of niet kon starten. En dan ineens krijg je ja, dat je dan zo'n bak in rijdt als kop en de mensen beginnen boer te roepen. Ja, dan begint een beetje de andere line te koken. En dan stak ik mijn middelvinger op. Ja, ik had het niet moeten doen, maar achteraf de trouwe supporters hebben me allemaal gezegd van uh, goed gedaan en uh, ja. Dan, ik ben er niet helemaal trots op, maar ik vind het. Ja, je blijft altijd houden. Dat blijf je houden. Dat blijf je meegaan. Ja, en het staat op internet. Het, ja, gaat, het, het gaat er is... niet meer uh, vanaf, hè? Dat is de nee, mooiste realiteit. Moest... Het mooiste was op het kantoor bij ons. Uh, ja... Ja, Camille van den Berg kennen ze, maar dat kunnen ze niet. En uh, Thomas Snyders, die, die was het eerste wat je zag, was dat filmpje en die was gelijk uh, verkocht. Dat is super. Ja, ja nou, okay, goed, dan uh, ja, gaat het ook nou redelijk veel rond, zeg maar. Ja. Ja, laten we het vooral laten rusten en uh, ja, ja, er, uh, ervan leren dat het op die manier niet, uh, niet hoeft. gisteren was het bewijs dat het anders kan. Hè? Ja. De rivaliteit tussen twee wereldtoppers. Is sportief geweest en niet naast, uh, naast, het, uh, nee. naast het veld. Zeg zeker, maar. zeker. Nee, en ook de jongens die naar elkaar, de sympathiek die ze naar elkaar uitspreken en uh, ook naar de finish elkaar gelijk feliciteren. En uh, ja, Dat hoort gewoon bij de sport. Het is de strijd tussen de hackers, strijd tot aan de finish. En daar buitenomheen moet het gewoon familiair zijn, zoals het tussen veldrijden is, al jaren. Ja. Je hebt de cross gisteren thuis gewoon kunnen kijken, of, ja. of in ieder geval op televisie. Um, dat is op zich ook al uh, nieuw, alhoewel de laatste weken is dat misschien <laughs> vaker gebeurd. Wat, wat vond je ervan, Sanne? Ja, het was echt uh, super mooi om te zien. Zeker, uh, zeker de laatste ronde. Ik denk dat iedereen op het uh, puntje van de stoel zat uh, te wachten totdat er uh, een aanval werd, uh, werd ingezet. Um, en dan verwachtte, denk ik, iedereen op de balken de aanval. En dan kwam hij er toch niet. Dus dat was dan even zo van. En, en nu, en wat gaat er nu gebeuren? Maar ja, supermooie super sprint. Dus um, echt heel mooi WK gezien. Ja, je, je spreekt over die balken. Hè? Dat, dat heeft blijkbaar toch iets gedaan met Wout, want die was ook in de war door het feit dat Mathieu niet ging op de balken. Ja, ik denk dat dat gewoon verwacht was, denk ik. Uh, omdat de balken blijkbaar maxim, maximale van de hoogte lagen en uh, ja, niet zo heel makkelijk te springen waren, dat Mathieu gewoon daar de aanval ging inzetten. Maar... Het was inderdaad nog ver aan de finish. En als je dan net die inspanning niet kunt volhouden, ja, dan, um, dan is dat ja, de WK verloren. Dus um, ik denk dat dat wel cool gespeeld was van Mathieu, dat hij zijn eigen toch, toch kon inhouden en kon wachten op die sprint, waar hij dan ook nog niet 100% zeker in was. Nee, hij, hij had wel een duidelijk plan, want hij probeerde een paar keer tijdens de wedstrijd, waardoor dat iedereen ervan overtuigd was, ja, hij, hij test is. En in de ultieme ronde deed hij het niet meer. Ja, dat is ook misschien een beetje roet in het eten gooien van Wout, hè? Ja, wel ja, bedoel, dat dus was... tactisch was dat heel goed gespeeld. Ja, ja ik denk dat Mathieu vanaf de start gelijk heel gefocust was en uh, ja, dat hij... Uh, Wout ook, hij reed ook heel gefocust rond, want ze waren zo aan elkaar gewaagd ook naar oprijden. En Dan kon je gewoon zien, Wout trok door, Metje zat door kort in het wiel. Andersom een keer, Metje gaf een keer echt goed uh, uh, gas, zeg maar. En dan zag je Wout ook op twee, drie meter maar toch weer dichtrijden. Dus ze waren echt aan elkaar gewaagd, dus het zou op de balken of op de vriend komen. En ja, iedereen verwacht aan de balk om Mathieu dat het sneller is. Um, kijk, de discussie die er is dat Wout uh, de balk te hoog waren voor Wout en dat ze allemaal in de gang van uh, in de uh, journalisten. Ik denk gewoon: Wout kan goed springen en hij bewijst het gewoon dat hij goed kan springen. Dus daar heeft niet de drempel geweest dat hij daar weg zou reizen. Ja. Wat had hij anders moeten doen volgens jou om wereldkampioen te worden? Wout, ja. Ik denk niet dat je verkeerd gedaan hebt. We kunnen hem niet afrekenen omdat hij iets verkeerd aan gedaan heeft, denk ik. Ik He zie niet wat hij verkeerd gedaan heeft. Maar, maar hij zei zelf achteraf, ja, ik was wat in de war. Ik had misschien uh, ja, eenmaal op de weg meteen ja, moeten beginnen. Ja, overrompeld. Het was Wind mee, dus hij had gelijk de weg kunnen beginnen. Het was Wind mee, de sprint. Dus had kon kunnen beginnen. En dan is dan met je om eroverheen te komen. Ja, als ja, dat, dat is geweest. Hè? Ja, het zou dan ook maar wat is het, 50 meter extra geweest zijn. Hè? De explosiviteit van Mathieu was. Duidelijk beter bot. en groter dan mij. Uh, ik denk Wout kijk op het moment dat het met jou aangaat, een beetje naar beneden naar zijn versnelling, welke zeker versnelling zit ik, zit ik goed om aan te gaan. En met jou ging gelijk aan, Ja, dat was het juiste moment. Dus uh, ik denk dat Wout eigenlijk niks kan verwijten, zeker niet. Nee. Hij zei ook achteraf, en dat is misschien uh, het, het, ja, het antwoord dat alles verklaart, ik heb een half uur lang het eerste half uur geweldig afgezien. Misschien had hij gewoon niet zijn allerbeste dag. Ja, of misschien was Mathieu echt, echt super. Dat kan, dat kan ook, maar ik vond wel niet dat je het er echt aan zag, nee. dat man aan het afzien was. Je zag dat dan ja, niet echt overschot had, maar om nu te zeggen dat hij elk moment lossen, dat vond ik ook niet. Hij zat uh, telkens wel mooi, snel mooi weer op het speelt dan, ja, ja. inderdaad. Ja. Maar de, 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 de verhoudingen zoals die in de winter er waren, die, die, ja, dat was helemaal anders. Hè? Dat was echt nu 50-50. Ja. Nou, ik denk dat het daarom, ze waren allebei klaar voor een WK te rijden. En uh, dat kun je ook zien in de strijd. Ze, ze, ze legden elke keer hetzelfde briefje neer. Zeg maar. Als Wout, uh, of een, met je een, uh, een push gaf, kwam Wout ook nog een keer terug en die liet ook weer zien van ik ben hem nog steeds jonger. Dus ja, dus ik denk dat het de mooiste strijd is ooit geweest momenteel op dit moment. Um, is het de mooiste cross van, van de voorbije winter? Want ik, ik zat ernaar te kijken op het puntje van de stoel of, of mijn zetel. En, en ik dacht van uh, geweldig, maar het zou. Uitdraaien op een sprint. Dat gevoel had iedereen. En het is ook zo gebleken. De voorbije weken zijn er duels geweest waar ze schouder aan schouder bocht in, in gingen in Benidorm. Digim was ook een fantastisch duel, Loonout. Hier was het duidelijk van het wordt beslist in principe in de laatste hectometers. Ja, ja klopt. Het heeft ook een beetje met weer te maken. Want als de weersomstandigheden van zaterdag had geweest, denk ik niet dat het per een sprint had geweest. Maar het parcours lag gewoon zo snel. En het was zo moeilijk om verschil te maken omdat ze zo kort bijeen zaten qua, qua voorbereiding en qua conditie. Maar ja, de sprint op een WK is ook wel iets moois. Het hoeft niet altijd fantastisch, de fantastisch. te zijn uh, in de eerste ronde of half, half wedstrijd. Nee, Maar ik, uh, ik ga heel stout zijn in de Tour. Toe de Frans, kijk je soms naar een rit en weet je, we krijgen straks een sprint en dat duurt lang vooraleer dat ultieme uh, hoogtepunt er komt. Ja, ja. Oké, okay, die vergelijking gaat niet helemaal op, maar snap je wat ik bedoel? Ja. We hebben de voorbije weken nog ja, andere goed, duels gehad. Als ook. je terugkijkt naar Loenhout, is ook in een sprint met Pitkok nog een keer erbij. Uh, dus dat is ook een sprint en dat is ook een zware cross met modderstroken. Uh, met jij Maakt daar wel een stuurfoutje. Uh, die, die, die rijdt die tegenover de post rijdt die in een modderstrook waar hij door in, in de, in de, een lint rijdt. Maar ja, dat wordt ook een sprint. En daar wint Wout met twee vingers in zijn neus, de sprint, zeg maar. Dus ja, dan ga je toch op twee verschillende manieren kijken. Ja. Vooraf lees je het WK. Hè. Denk je wellicht na, je hebt het zelf genoeg meegemaakt, Sanne. Um, wat zijn de scenario's, de opties? Hoe pak ik het aan? Als dit, dan dat. Hoeveel verschillende scenario's bedenk je dan? Goh, ik denk niet. Of ik persoonlijk of niet. Ik heb nooit niet echt in scenario's gedacht, maar ik ben wel altijd aan de start. Ik heb altijd aan de start gestaan met een plan van ik wil het zo proberen of ik ga dat doen. En je mocht niet te veel bezig zijn, denk ik, uh, met de rest, met jezelf en van je eigen sterkte na het gaan. En ik denk dat Mathieu dat gisteren ook wel gedaan heeft. Hij, heeft echt, uh, hij stond echt aan de start, denk ik, met een plan. Ik ga een paar keer proberen tijdens een wedstrijd om, om wout af te matten, maar niet echt met het idee van Wout gaat dat doen. Dus ik ga afwachten. Geen dat Wout kon doen was, was aanvallen op de, op de Langere Klim. Maar Mathieu was hem elke keer net een stapje voor met de aanval alleen te zetten op de brug. Dus ik denk dat hij echt uh, met zo'n plan gestart is. En het plan dat hij uiteindelijk heeft gedaan in de laatste ronde, met toch niet op de balken te gaan maar de sprint af te wachten, gaat ook iets zijn dat hem, denk ik, al op voorhand bedacht had. En ja, hij, heeft, hij heeft inderdaad zo Wout op, op het foute been gezet. Hoe moeilijk is het om tijdens de cross dan te schakelen? Want uh, je, je zit op de limiet fysiek en toch moet je nog uh, helder proberen te denken om, om goed in te schatten hoe heb ik de beste kans om, om wereldkampioen te worden. Ja, ik denk dat, ik denk dat Mathieu zijn plan gisteren gewoon zo liep gelijk dat hij het helemaal in zijn hoofd had uh, op voorhand, waardoor dat er nog weinig te, te schakelen viel. Um, maar denk, in het geval van Wout dan? Ja, hij moest inderdaad schakelen richting het plan van, oh, ik ga eerst naar de sprint moeten beginnen. En hij wist nieuw hoe hij het moest aanpakken. Want hij heeft hem achteraf in zijn interview ook gezegd van... Het is een split second, hè? Ja, je, je hebt geen tijd om na te denken. Als je gaat denken, is verloren de koers. Het is een split second en je beslist op een moment om iets te doen. En dan gebeurt het gewoon. Ja, maar tussen de balken en, uh, en de sprint zit nog, uh, wat is het, een halve minuut, zoiets? Als Wout, ik heb gewoon in gedachten gehad, als ik niet, als met jou op de balken niet demereert, loop ik op de trap weg. Want Wout was iedere ronde op de trap behoorlijk... De man zeg maar, hè, met je hebt twee keer geprobeerd op de balken en Wout liep op de trap het gat dicht. En dan zegt genoeg van ja, Wout, die gaat de laatste ronde gewoon proberen op de trap. En dat deed hij ook. Alleen met je zat zo kort op het wiel. Ja, dan, dan denk ik shit, hij zit nog in mijn wiel. En dan draai je de bocht om en dan gaat hij ineens aan. Ja, dan, dan overromp je hem zo in in vijf seconden tijd, vier seconden zelfs, maar denk ik, overromp je hem zo en dan denk je van oh nee. En dan moet je nog een keer sprinten. Als renners zijn dat is heel heel lastig schakelen. Ja. ja. Um goede is wel dat wij iets hebben om over te praten en uh, we wisten het op voorhand zou een duel worden en ja. er is dan altijd een, een winnaar en een verliezer dus um, is de ja. verliezer ja eigenlijk niets maar hij zei toch zelf dat het natuurlijk binnenkomt maar nee, nee nee goed maar ik denk kijk die trui is iets bijzonders voor die jongens ook nog steeds maar ik denk wel dat ze een iets neerzetten in een topprestatie of een top evenement. Totale plaatje dat hun laten zien tot aan de finish. Zo strijden dat iedereen super genoten heeft en dit nooit zal vergeten. Nee, dat, dat is zeker het geval. De derde in de, in de, in de cross, hele Easterbeet, want die wordt dan snel vergeten. Die heeft een geweldige wedstrijd gereden, denk ik. Uh, niet helemaal in beeld, maar nee. wel knap. Ja, ik kan, er, ik kan er weinig over zeggen, want het is inderdaad uh, af en toe wel in de achtergrond uh, gefilmd, maar. Um... Bijvoorbeeld het moment dat Michael van Toenacht wordt teruggepakt is volgens mij niet in beeld geweest. Dus uh, het was even schissen van: oh, die hangen er niet meer tussen. Um, maar ja, waarschijnlijk uh, heel goede wedstrijd gereden, um, maar weinig, weinig van kunnen zien. Ja, hij, hij reed op een bepaald moment rond plek 10 en ja. uiteindelijk nog derde Lars van der Aare afgehouden. Ja. Hoe belangrijk is het um, in het geval van Iserbeet om net dat podium wel te halen? Het want... maakt seizoen goed, denk ik. Ja? Ik denk het wel. Kijk, het was geen maat te zetten op die twee jongens voorop. En uh, Isabid wordt dan derde. Dan maakt ze het seizoen toch een beetje goed. De Wereldbeker verloren. Ja, Laurens wint de Wereldbeker. En dan ja, een beetje kwakkelen met zijn rug, met zijn been. Uh, heel veel kritiek op ze krijgen. En op een WK toch staan waar hij moet staan. Ik denk dat toch zijn verdienst is voor hem zeg maar, op dat moment. En dan uh, toch seizoen goed maken. Absoluut. Mooie derde plaats. Wat onthoud je van uh, het WK bij de vrouwen? Want uh, dat heb je dan gezien uh, live in, in Hoogrijden. Een strijd is het niet geworden, maar wel een hele straffe wereldkampioen. Ja, klopt. Ik um, had een beetje gehoopt op, uh, op een strijd. Ik had ook wel meer verwacht, eerlijk gezegd. Maar ja, Fim stak er gewoon uh, bovenuit. Het was, uh, het was het beste van de dag. Ja, het foutje of de val van Pietersen heeft weinig verschil gemaakt? Ja, ze verliest wel, uh, wel een aantal seconden. Maar ja, de voorsprong uh, werd gewoon de laatste twee ronden echt, echt uitgebouwd door, uh, door Van Impel. Dus. Uh, ja, ik denk niet dat er iets, uh, iets aan te doen was geweest. Nee, dat, dat leek me wel duidelijk. Um... Ja, de spanning, sowieso, ook van Puk, de starten. Ze mist heel de start. Ze gaat pas als 13 het veld in. Ze moet daar al een keer terugrijden naar voren toe. Dus de Puk heb eigenlijk heel de koers achter de feiten aangereden, denk ik. Ze heeft één keer echt van voren kunnen zitten. En daarna ging Fem gelijk door. En toen was het gebeurd, zeg maar. Ja. Kruipt dat dan ook tussen de oren? Als je al niet de best start en je weet van ik moet hier al energie in steken om, om weer een goede plek te maken. Ik denk niet over. dat Puck daarover nadenkt op dat moment. Na de koers wel, maar op dat moment zelf niet, denk ik. Het is dus gewoon van ik moet naar voren, ik moet er nu zijn, ik moet er klaar zijn. En die heeft gewoon alles gegeven om naar voren te rijden. Komt erbij. Toen gaf Fem eigenlijk al een eerste push op naar boven toe, zeg maar, van de FIP vandaan. En ja, daar moet Puck op reageren en ze deed het gelijk. Alleen die derde keer dat Puk Fem het deed, was te veel aan. Ja. Ja. Stel, je had toch meegedaan, Sanne. Wat, uh, welke plaats zou je mogen hebben ambiëren? Goh, ik, heb er, uh, ik weet het niet. Ik kan, ik kan het echt heel moeilijk inschatten. Um, waarschijnlijk hopelijk toch wel ergens in die top 10. Maar ja, op een WK telt er eigenlijk maar één plek in, dat is de eerste. Dus. Ja, voor jou wel, want je, je weet hoe dat voelt om, om wereldkampioen te worden. Maar je hebt geen spijt gehad dat je het niet mee uh, gereden hebt dit weekend? Goh, toen ik uh, onderweg was naar daar en begon zo'n beetje te miezeren. En ik hoorde dat, uh, dat het glad begon te worden, toen, toen misschien wel. Maar ja, de beslissing was genomen. En, um... Ik denk dat je ook andere doelen hebt. Dus er staan uh, mooiere dingen ja. te wachten nu. Ja. Ja, wat, wat, wat zijn de, de verrassingen nog van, uh, van het WK? Bij, bij de vrouwen dan? Want ja, ook de jeugdcategorieën hebben we gezien. Wat, wat onthoud je, Kamiel? Ja, de twee zusters, hè. die tweelingzusjes. Holmgren. Ja, Holmgren. En die hebben dan nog een zus en nog een broer die uh, mountainbikt. Uh, ik heb een paar nog gesproken s'avonds. En uh, ja, die man kon er niet over uit wat er gebeurd was. En dat was echt uh, ja, schitterend gewoon. Een ja. tweeling op plek 1 en 2 bij de junioren vrouwen. Ja, en eigenlijk kon je het al weken van tevoren zien zeg maar. Dat ze echt goed meedoen in de top, maar ook bij de elite dames zeg maar meedoen. En Lauren is wel het talentje wat bovenuit uitsteekt. Je hebt zoveel pech gehad. Molengraaf. Ja, Lauren Molengraaf. Je hebt echt veel pech gehad. Ja, dan, dan is het lastig. En nadat die twee meiden dan de twee zusters ineens zo naar boven komen gezet en dan toch nog die winnen en tweede worden. Ja, dat is gewoon uh, dat is in de boeken geschreven ja dat zijn de, de wielersprookjes hè ja. Laure grote ontgoocheling denk je voor haar want zij ja, stak er toch dit seizoen bovenuit ja. de ambitie was om wereldkampioen te worden dan wordt ze zevende en ja dan is zo'n ik een, vind knap dat ze uitrijdt ja ja ik vind het knap dat je uitrijdt ja. ja. door die lekker band nog een keer dus uh, de, de val uh, nog in dat zijn dingen gewoon die je niet mee wil maken op zijn WK en dan toch nog zevende worden ja, netjes ja want zij, zij was uh, de vrouw die die moest wereldkampioen worden. Ja. Als dat dan niet lukt, dan kan ik me voorstellen dat je, je denkt: van ja, wat heb ik hier dan maanden voor opgeofferd? Ja, dat heb ik ook een paar keer gehad. Dat is inderdaad niet, uh, niet de, leukste, de leukste momenten. Nee. Dat probeer je zo snel mogelijk te vergeten. Maar het is niet altijd de topfavoriete dat wint. Dat is uh, even bewezen in die categorie. Bij de, bij de belofte was het uh, ja, natuurlijk logisch. De logica werd daar wel gerespecteerd, Syrien van Androoy. Ja. Uh, dat is eigenlijk een die ook bij de pros wereldkampioen had kunnen worden. Je spreekt zo net over Lauren Molograaf. Is dat de enige Nederlandse die er nog zit aan te komen bij, bij de jeugd? Want ja, je kent die jeugd heel goed. De dominantie van de Nederlandse vrouwen is groot, maar zal dat blijven duren? Uh, we hebben bij die nieuwe dames hebben we wat renners rijden, maar niet. Die zijn pas begonnen uh, vorig jaar of twee jaar geleden in het veld rijden. Dus daar, ja, daar zit een gat tussen Lauren en die andere dames, zeg maar. Um, ik denk dat we wel proberen hard aan het werken in Nederland om, om daar een, 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 terug een goede lichting te krijgen. En er zit bij de nieuwelingen sowieso een, een, een hele mooie lichting. Um, dus ik denk, ja goed, is er een gat? Ja, er zit een gat tussen van een jaar. Maar op dat bij de elite spreekt dan? Nee. nee. Als je ziet vier jaar belofte en dan, dan is dat gelijk weer close bij elkaar zeg maar. dus dan uh, valt het mee met dit grote gat te spreken zeg maar. Ja. Ja, maar hoe, hoe lang duurt het nog voor hier Laurens Molograaf kan, uh, kan echt de, de, de stap zetten, want dat is het de next big thing. Maar er loopt zoveel mooie volk rond natuurlijk bij de elite op dit moment. Ja, kijk, uh, blijft Fem uh, wel in het veld rijden, uh, blijft ze wel actief daar, uh, gaat ze niet twee, de, twee cross of meer crossen schrappen, gaat ze volledig klassement rijden, dat is allemaal de vraag, uh, datzelfde met Puck. Blijft hij wel echt in het veld rijden voor zoveel tijd? Uh, voor al die crossen die ze gedaan hebben? Dat zijn allemaal vragen die, die weten we niet uh, Dat blijkt ook de toekomst uit te wijzen, denk ik. Er uh, ligt ook een mooi verschil op het wegseizoen voor allebei. Of voor alle, voor alle dames in de top. Uh, bij Shirin ook, zeg maar. Daar is ook een heel mooi wegseizoen aan het komen. Dus ja, ik denk dat er keuzes gemaakt moeten worden in het algemeen voor alle dames. Het is een, een trend die we in het hele crossen zien, hè, bij de ja. mannen en de vrouwen. Nee, meer en meer die combinatie hè, van de ja. weg en, uh, en de cross. Ja. Heb je spijt, Sanne, dat dat bij jou niet uh, tien jaar geleden al gebeurd is? Goh, nee, op zich niet. Uh, ik denk dat ik een heel mooie crosscarrière gehad heb. En ik denk dat die afwisseling eigenlijk op het juiste moment kwam. Ik begon een beetje uh, het plezier uh, te verliezen op de fiets, omdat ik ook gewoon, ja, niet goed in draaide in de winter. Maar doordat ik nu een, een nieuwe uitdaging heb gevonden in de zomer, heb ik ook wel het plezier echter gevonden. Waardoor dat ik in het crossen ook wel denk ik ja, terug, terug gebeterd ben. Um, het is nog niet, nog niet top, maar ik denk wel dat het volgende winter terug, terug beter gaat gaan. Um, maar tien jaar geleden. Um, ja, nee, toen, uh, toen was het in de cross nog allemaal net iets te mooi en iets te goed om, uh, om toen al uh, die overstap te gaan maken. Dus. Uh, maar op het juiste moment. Ja, maar ik ben helemaal overtuigd dat het jouw crosscarrière niet uh, ten te goede zou zijn gekomen, want die is fantastisch <laughs> geweest. Nog beter doen, dat zou heel straf zijn. Maar ik, ik draai de vraag om: had je op de weg ambities mogen hebben uh, de voorbije tien jaar om, om in, in ja, zeg maar mee te doen? Denk je dat dat haalbaar zou zijn geweest? God, of is dat nu nog haalbaar de komende jaren? Ja, misschien, misschien ik hoop in ieder geval dat nu nog uh, nu nog haalbaar is. Uh, het was vorig jaar wel, wel best oké. Okay. Um, Net geen top 10 uh, in, uh, in Gent Wevelgem gereden. Een paar jaar geleden hebben we best stukje gereden op een heel slecht moment. Dus ja, ik uh, ben wel goed, goed op weg of goed aan het trainen om, uh, om terug iets te laten zien uh, in het voorjaar. Dus uh, hopelijk komen die. Ik ben nog niet zo oud. Rij ik er rijden nog altijd iets ouder rond in peloton. Dus uh, <laughs> ja, ik heb nog wel ambities in ieder geval. Want denk ik, Camille? kan me een Parijs erbij dat uh, ja, zeker ja, voor kijk, de kosten. Uh, Sanne kennende, zeg maar, dat is gewoon een kapitein in, in, de, in, de, in het weggebeuren. Zeg maar, voor, voor een proefwassen, nu gaat rijden voor Vinus de Koning. Um, ja, ik denk dat Sanne zeker niet afgeschreven moet worden. En zeker voor Robert, Strade, uh, meer van die koersen wat zij zeker aan kan. En zeker ook nog een heel deftig uitslag kan rijden. En, um, ze is wat trager aan het worden, maar dat is ook met de leeftijd te maken. Maar goed, dat is voor die wegkoersen niks afdaan. Zeg maar. En Ga niet in de sprint met vijf dan denk ik haar toch voor haar, zeg maar. Ja. Altijd snel genoeg daarvoor. Ja, zeker weten. Ja. komt er snel aan, zeker? Hè? Ja, de eerste koers is normaal onder op het nieuwsblad, dus uh, het gaat redelijk snel gaan, ja. ja. Want je vertrekt vandaag op stage naar, uh, naar Spanje? Ja, ja nog, uh, nog tien dagen uh, goed gaan trainen en dan uh, zijn misschien wel de laatste voorbereidingen gelegd. Dat is uh, stage nummer uh, 341 in je carrière? Uh, ja, toch uh, de, de derde op, uh, op twee maanden tijd, dus uh, ja, begin te tellen. Maar altijd uh, gretig als altijd? Of is het... Want je gaat nu ergens elders uh, op stage. Ja, ja ik, trek, ik trek nu naar Denia, daar ben ik dus nog nooit niet geweest. Um, dus uh, wat nieuwe wegen ontdekken. Maar ik, ik ga ook alleen, uh, of toch, ik ga met mijn ouders, dus niet echt alleen, maar wel alleen trainen. Um, dan kunnen we eigen doen, ik ben, uh, ben dat gewoon, doen dat graag. Dus um, ja, nog wat bijtrainen, nog wat bijscherpen en hopelijk. Um, kan ik iets laten zien binnen, binnen dit in een maand. Absoluut, het zou, het zou fantastisch zijn, want je, je, je liet daar net al vallen, uh, ja, de voorbije jaren wat minder. Ik, ik heb het gevoel dat jij de voorbije jaren heel vaak hebt moeten zeggen, ja, wat minder, en het is daarom en daarom, terwijl, ja, jij hoeft je toch niet meer te verantwoorden. Alsof dat jij nog moet uh, goed praten als het uh, een tijdje minder gaat. Ik snap dat je ja, dat misschien zou liever hebben dat het beter gaat, maar... Die carrière is zo fantastisch geweest dat er, er kan toch niks is, meer is, is naar beneden was, gaan. Is. De carrière is nog steeds goed. Ja. Alleen goed, ja, er zijn er een aantal die wat feller zijn, maar ik denk niet dat zij hem af moet doen aan wat zij bereikt heeft. Als jij 14 keer Belgisch kampioen kan worden, drie hele mooie titels haalt tegen de wereldbeste renster ooit, zeg maar, denk ik, ja, dan moet je toch niet klagen, denk ik. Ik denk dat je er zeker moet blij zijn en trots moet zijn wat je hebt gehaald. En daar heb ik haar al een paar keer verteld. Hè, want we hebben wel vaak een discussie gehad over. Er staat 13 op je camper. Daar haal je niet eenmaal zomaar een, 13 keer Belgisch kampioenen. 14 nu? Ja, nu 14. Want ja. we hebben nog geduld om het uh, zo snel af te peuteren met het uh, BK. Om 14 van te maken. Maar ja, goed, uh, dat zijn, ik denk dat ze super trots mag zijn, op wat ze ooit bereikt hebben en nog gaat bereiken, denk ik. Hoeveel keer heeft Camille dat al verteld? Want ik heb de indruk dat het niet de eerste keer is. Nee, klopt. Het is al een aantal, uh, een aantal keer gevallen. Maar uh, het is nu ook. Denk ik tegen mezelf dat ik me moet verantwoorden, maar ik heb soms het gevoel dat ik me tegen de pers een beetje moet uh, blijven uitleggen waarom dat, dat, dat minder gaat. Maar ja, het is niet per se Ik ik slechter ben geworden, denk ik, maar de top is gewoon heel breed geworden. En er zijn een aantal uh, jonge talenten opgestaan. Zolang de oude winsters toen ik jong was, tegen mij moesten opboksen, moet ik nu tegen hen opboksen. En, ja, het is gewoon niet gemakkelijk. Ja. Um, en je hebt ook die lat gewoon voor jezelf zo hoog gelegd door die prestaties te leveren. Ja, klopt. Er waren seizoenen bij, denk ik, maar vier, vijf crossen verloren en al de rest won. Dus ja, dat, dat zijn dingen die dat je gewoon niet, niet jaren aan een stuk kunt blijven doen. Dat is, ja. dat is normaal. Hoeveel crossen heb jij gewonnen in je carrière? Oh, goeie vraag, maar. Um... Ik heb een aantal cijfers genoteerd. Ik, 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 ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat ze kloppen. Want uh, nogmaals. En je ik, site was uh, te laat, hè? Je site was uh, een paar jaar later. Hè? Dus je had al drie jaar weken. Ja, ze zullen zeker fout zijn. Maar het is wel een indicatie. 124 zegen bij de elite. Ja, ik denk dat klopt, ja. Dat, dat, ja, dat is een geweldig aantal. Um, je eerste cross zegen. waar en wanneer was die? Ja, ik, in Italië, als ik mijn eigen niet, uh, niet vergis. En, uh, oh. Gok, 2006 of 2007? 2008. Ah, de oké. Okay. del Ponte in Fai di Oderzo. Ja. Oh. En tweede was toen... <laughs> oh, nee, ik kan het niet Ze zeggen. Ze cross nog altijd. Mariano Vos? Nee, een nee. Italiaanse. Ah, oké. Okay. Eva Lechner. Eva Lechner, ja. Hè? Die ja. was toen tweede. Oei. oei. Dus uh, dat was de, de allereerste zege. Uh, opvallend, drie van je eerste zeges... Zijn drie van je eerste vijf uh, wedstrijden die je wint, zijn uh, Belgische titels. En vier van de laatste vijf overwinningen die je pakt, zijn ook Belgische titels. <laughs> Daartussen zitten dus 114 zegens, met wat is het dan nog uh, snel gerekend? Uh, zeven Belgische titels. Ja. Dus om maar te zeggen dat het begin en het einde wordt gedomineerd door Belgische titels. Ja, ja. ik weet ook nog uh, een van mijn eerste UCO of echte. Wat in mijn ogen dan echt de UC-overwinning was, was, uh, was in Lille in de sprint tegen Vos. Dus dat is uh, ook eentje die is, bij, is bijgebleven. Ja, hopelijk kan ik uh, voor ik stop nog uh, een andere cross winnen dan, uh, dan het BK, maar we zullen zien. Dat is ja. Afwachten, ja. Misschien, misschien in mijn, in mijn afscheidscross schudden ja. ze met de overwinning. dat kan ook nog. Teruggaan naar Italië? Ja, dat kan ook. Terug of, je of, er, cross. of er nog een Belgisch kampioenschap bij doen. Hè. Dat, dat mag ook. Ik kan zijn als laatste. Dat komt eraan. We zijn slechtere crossen om mee te eindigen, toch? Dat klopt ook. Ja. 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 Je, je wereldtitels. Je hebt er drie gepakt. Je eerste op je 27ste. Je hebt al een paar keer gezegd het had al vroeger mogen komen. Hè. Want daar zijn een paar frustraties geweest ervoor. Maar net daardoor heb je misschien uiteindelijk er toch drie gepakt. Ja, ja klopt. Um, ik weet hoe, uh, of toch ongeveer hoe Wout zich gisteren voelde. Ik heb ook uh, een WK verloren in de sprint. En ik kan zeggen dat is niet, uh, niet het plezantste gevoel. Um, je verliest liever als er iemand echt, uh, echt beter was. Maar in de sprint denk ik dat je aan elkaar gewaagd bent. Um, dus ja, ik was, was tweede in het Tabor in uh, 2015. Ferran Prévost woont toen? Ja. Klopt. Niet de um, eerste, de beste. Nee, nee, nee. Alle WK's ja. uh, die dat te, te ja. winnen vielen. Dus um, ja, dat was, uh, dat was een hele zuur. En het jaar daarna, in zolder, kost er eigenlijk niks misgaan. Uh, topfavorieten waren, uh, waren er niet bij. Dus uh, toen moest het gebeuren. En toen mislukte het ook. En toen dacht iedereen: ja, dat was het dan. Ze gaat het nooit niet worden. Tot het jaar daarna in BL is alles. Uh, op zijn plaats viel en het toch lukte. Ja, waar het lang niet leek te lukken tot die laatste ronde, hè, Marianne Vos? Tot weer in de sprint. Hè. Het was toch meer een sprint eigenlijk dan echt. Ja. Dan, uh, ja. Vos kloppen in de sprint, ja. Mooier kan toch niet? Nee, klopt. Mooier kan niet. Ik vond dat ze toen een streep bij mij op de trui mochten zitten, de volstreep of zo. Want, uh, <laughs> vond welke ik een streep meer verdienen. Dan ja, was je er aan een schriftje. Een volstreep Je had die er zelf kunnen bij ja. Ja, zo. Ja. ja, nee, dat was uh, inderdaad ja. een. Uh, Hele spannende cross ook, heel een hele mooie cross, maar ja. Het is er ook de... goed gevierd, hè? Ja, ja, een ja. 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 van de mooiste <laughs> Je mooiste was een kan ja ja, ja, ja. En Mar <laughs> okay. Marianne Vos ook zelfs. Ja, klopt. We echt... Marianne Vos ook? Ja, ja, ja. we hebben met, uh, ik denk met een man of, of zestien je ziet rond die koers, uh, hadden we in een, in een café, waren we boven, en uh, ja, Sanne stuurt een berichtje naar Sophie, en we gingen met z'n allen heen, en Marianne Vos was daar, en uh, we hebben er echt wel, uh, ja, Leuk gevierd misschien z'n Dus de wereldkampioenen dansten de polonaise met de vice-wereldkampioenen die ja. ze net had geklopt in de ja. spurt. Ja, het was eigenlijk meer terug een battle dat er daar <laughs> ja. aan de gang was, potseling, Maar ja, 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 ja. ja. ja echt een ja. uh, superleuke avond. Ja. Ja. En uh, dus dat betekent ook dat Marianne Vos uh, een hele grote straffe madame is, dat ze uh, een nederlaag toch viert met een feestje. Ja, ik denk het wel. Ja, nee, zeker. Het is zeker. topsport vrouwen, eerste klas. En uh, verlies of winnen... Zij kan dat denk ik heel snel omschakelen. En dat is ook wat best is: redelijk snel omschakelen van, ja, ik ben tweede, maar de volgende wedstrijd komt er weer aan, of de volgende doel komt er weer aan. En dat is voort. Dat dat ja, maar toen werd je wereldkampioen, het jaar daarna gebeurde dat opnieuw in, uh, in Valkenburg. En had je in plaats van 1 seconde 12 seconden voorsprong op uh, Katie Compton. Ook daar was het niet evident, maar je, je doet het wel voor een tweede keer. Hè? Ja, klopt. Een beetje het, uh, het scenario van, uh, van het jaar daarvoor. Ik uh, ging de laatste ronde in met 10-12 seconden achterstand. Dat was toen uh, in Belles ook uh, omdat ik valpartijken had gehad. En vooral een kapotte schoen had. Um, en toen zag het er zo ook even naar uit van, ja, het komt, het komt niet meer goed. Maar ja, op een of andere manier uh, stilaan teruggekomen. En dan een hele goede move, ge, move geplaatst in de materiaalpost net voor... Uh, de gevaarlijkste afdaling van, uh, van het Parcours. En een paar seconden kunnen wegrijden. En dan uh, denk ik dat Katie echt uh, mentaal haar uh, klopje gekregen. En dan ja, denk ik met 12 seconden of met 8 seconden voorsprong kunnen winnen. Dus het uh, was uh, een mooie. Hè? Ja, um, een jaar later bogen Doe je er nog een bij? Strijd tegen de Nederlandse vrouwen. hè. Ook toen in de laatste ronde beslecht. Uh, um, ja. Uh, anderhalve uh, ronde van andere het einde, onderde, denk ja, ik. Ze ja, ja. Ja, ja. had al een keer in een geplaatst, toen kwamen ze nog terug. En toen anderhalve ronde van het einde was het echt alles of niks. En ja, toen ben je ook echt weggereden. Zeg maar. Ja. Maar het verschil negen seconden, dus het is, het is nooit tot in de laatste honderden meters zeker geweest. Hè? Nee, nee, nee. Klopt. Het was echt uh, op de limiet de laatste anderhalve ronde. Echt nog aan het twijfelen geweest, ga ik terugwachten. Het stond best veel wind. Dat was nog uh, redelijk lang alleen. Ja en ze zat niet in een groepje achter mij, dus uh, aan het twijfelen geweest, maar toch vol doorgegaan en uiteindelijk ja, het kunnen vasthouden. maar dat was zo'n cross dat ik echt een, een plan in mijn hoofd had van in de start en ja, dat liep 100, 150 gelijk, uh, zoals ik het wou eigenlijk. Um, dus je achteraf de te ga je bekijken en je houdt zo de positie in de hoog, dat ik heel de cross gezeten heb en ja, ik zat heel de hele tijd tweede, derde man en niemand dat kwam vringen en duwen, dus dat was echt uh, ja, echt top. dat was Qua tactiek uh, denk ik een van mijn, van mijn, betere, van mijn ja. betere wedstrijden. Ja. Dan, dan kan je super trots zijn dat je niet alleen fysiek, maar ook tactisch gewoon je ding hebt gedaan zoals je het wou doen. Dus uh, dat je de perfecte wedstrijd rijdt. Ja, klopt. En dan voor de, voor de wedstrijd was het, uh, het Nederlandse blok en heel de tijd, ik hoorde niks anders. Dat dan hebben we wel vaker het gehoord, Het Nederlandse blok en uh, het kwam op mijn duur zo mijn oren uit dat ik, uh, dat ik van antwoord was van, we zaten in Boginze, de, de stad van de Lego. Ik zeg, ja, ik speel graag met Lego-blokjes. Dus uh, dat kwam uh, <laughs> zaterdag mooi uit, eigenlijk, ja. ja maar dat is ja. al jaren, hè, dat, uh, het Nederlands blok, het Belgische blok. Dat, uh, dat is in mijn tijd ook al, dus, uh, Ja, ja, dat, ja. Dat, uh, dit weekend is het ook een paar keer gezegd geweest, nee. maar uiteindelijk weet je, uh, het gaat uiteindelijk... In dit geval man ja. tegen man zijn. Ja. Uh, maar wat ik ook wil zeggen is: je had een aantal frustraties van net gemiste wereldtitels, maar uiteindelijk pak je er wel. Niet in het begin van je carrière, maar in, in het, in het middenriff, zeg maar, pak je er drie. Dat had ook net anders kunnen zijn, hè? want het was een paar keer heel close. Het hangt soms van ongelooflijk kleine dingen af. Hè? Ja, klopt. Um... Die eerste twee dat mislukken hadden ook inderdaad kunnen winnen. Maar die laatste drie dat lukte, hadden ook net niet kunnen zijn. Dus uh, het zijn echt alles, alles moet, moet juist vallen en moet samenkomen. En als dat lukt, dan uh, krijg je iets heel mooi in de plaats. Welke rol heeft Camille gespeeld in, uh, in de loop van jouw carrière? Goh, uh, <laughs> ja, het is uh, de laatste jaren... Ik, zijn ik stel ons... de vraag omdat jullie hier <laughs> samen zitten. Hè? Ja, klopt. Hij is bij ons in de ploeg gekomen de laatste... De ja. laatste vier jaar? Ja, vier jaar. Ja, ja. Dus, uh, Heeft u ja. nog iets kunnen toevoegen? Ja, het was. Uh... Ik denk een klik is tussen ons twee. Dat we elkaar maar aankijken en knikken of weet ik wat. En ook net we te zeggen van hey, wees trots op wat je verdiend hebt. Dat soort dingen meer, denk ik. Ik hoef Sander niet veel bij te brengen. Sander is gewoon een ja, volledig crosser. Alleen ik denk het gewoon de steun achter de schermen. Een keer roepen of een keer doen. Dan, dan, ja. Dat is denk ik meer, denk ik, waar we elkaar steunen. Dan het andere geval, zeg maar. Ja, zeg maar. want als we gewoon kijken naar de resultaten, is het slechter gegaan sinds hij erbij is. <laughs> ja, ja. ja want dat licht aan u? Ja, ja. <laughs> Ik heb een brede rug, dus dat mag rust erop, dat is geen <laughs> probleem. Nou ja, goed, ja, kijk, ja. Uh, je bent met elkaar bezig, je uh, stages, uh, we werken allemaal samen, stages af met de ploeg. Uh, je, dan ben je met elkaar, we lachen met elkaar, uh, we maken je gek uit. Uh, we hadden op een gegeven moment een playlist op uh, Spotify met de feestkaart. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja, ik ben, ik ben ja, niet altijd de, de, de rustigste, zeg maar. Ik, ik hou nog wel eens een keer van uh, gek doen. En ja, dan is het gewoon leuk om ontspannen te zijn met elkaar. En uh, dat is leuk. Ja. Een gezellige Nederlander, die kan je er wel bij hebben, denk ik. Jawel, ja, wel, zeker en vast. Ja. Ik ben wel eens in voor een geintje, zeg maar. <laughs> ja, ja. Maar uh, jullie hebben allebei een verschillend shirt aan. Dat betekent ja. dat uh, jullie bij verschillende ploegen werkzaam zijn. En toch is er een link hè, door de Roodhoofd, ja. Die ja. Uh, de ja. verschillende ploegen bundelen. Ja, en er dus wel wat connectie is. Zeker, zeker. We hebben zeker connecties en we komen elkaar constant tegen. En uh, wat ik zeg, familie. kijk uh, wat de gebroeders roodhoofd doen op dit moment. Met al die ploegen die ze hebben. De twee WorldTour-ploegen, de twee Devo-teams die eronder zitten. De, drie, of, ja, de twee crossploegen, Kreeland-Vriestad, 7 plus nog eens een keer Alpenzin. Ik denk, ja, dat is onbeschrijfelijk wat die jongens behaald hebben in uh, vanaf 2008 of 2009 af. Zeg maar uh, 18 wereldtitels op dit moment. Dat is onmenselijk. Is dus niet te vertellen. Dus dus, uh. Als je over nadenkt, is het gewoon raar. Ja, zo, hoe kan het? Het stopt niet, hè. Er komt nog wel wat... Uh, nee, het stopt, ja. stopt zeker niet. En uh, die jongens zijn ook zo bloedfanatiek uh, in het hele uh, verhaal, zeg maar. Dus ja, dat gaat voorlopig nog wel even door, zo. Jij bent ook uh, heel vaak bezig met die groepstrainingen, of hoe ja. ik het ook moet noemen, in, in Nederland. Ja. Um, wat, wat doe je daar precies? Want... Iedereen hoort er wel van, maar wat gebeurt er dan op woensdag? Als we mensen zin lopen is, uh, met mijn hand in mijn zak en een beetje roepen naar de renners. Nou nee, ja, goed, wat ik doe: uh, Gerbe geeft de uh, algemene training. Zeg maar. We hebben zeven locaties in Nederland waar we een training geven uh, met verschillende trainers. Waar eigenlijk de selectie of de jongens die in jonge Oranje zitten of toehoren tot de selectie op verschillende locaties kunnen trainen. Uh, ik doe dit in Alphen. Uh, Samen met Gerben, Ad van Helmond en Patrick en Rob Dus zijn we in een groepje van vijf. En we hebben iedere manier op een tactische manier werken. Dus uh, ik sta bijvoorbeeld bij de trap, jongens let daar eens op, daar eens op. We halen een renner tussenuit van hey, denk nou eens na wat je aan het doen bent, pak die fiets nou eens anders vast, en Dan we die kleine tactische dingen zeg maar, waar we een renner mee kunnen verbeteren. En ja, daar zijn Nederland momenteel redelijk sterk in, omdat we die zeven punten hebben waar eigenlijk, eigenlijk dezelfde training gegeven worden. Maar het, zijn, uh, het is van de Bond uit eigenlijk. Ja, Wielerbond uit, ja. Ja, ja. Maar het is wel breed, want ook uh, jij, Sanna, gaat dikwijls meetrainen op woensdag. Wat is dan, uh... Dat is meer teamtraining. Ja, ja dat is in de woensdag voormiddag En ah, ja. de trainingen van de KWU zijn in de woensdagnamiddag. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Dus het is niet met de Nederlandse Bond uh, voor alle duidelijkheid. Nee, nee, nee. nee dan niet. <laughs> dat zou gek zijn. Ja, ja. Ja. Nee, wij, wij hebben met het team hebben woensdagochtend op verschillende locaties uh, trainen we dan. Uh, de ene keer trainen we in uh, Mol, de andere keer in Lichthard, Herentals. Uh, ja uh, op Antwerpen op uh, dingen hebben we getraind zeg maar voor de wereldbeker dus verschillende locaties trainen en gewoon uh, probeer ik een beetje algemene training te geven dat iedereen kan deelnemen daarbij iedereen heeft zijn eigen trainer ook nog een keer in de ploeg dus dan is het ook nog een keer van ja wat mag jij deze dag doen mag je wel intensief mag je niet intensief maar ik geef gewoon eigenlijk een allrounde training waar iedereen wat in kan vullen zeg maar ja. Ja. zijn er nog dingen die weer nieuw zijn in training of is alles al uitgevonden en kan je, kan je het nee, je er niet nog eens opnieuw uitvinden ja het wiel is al uitgevonden, maar de manier van trainen en de voeding die erbij komt, is wel een heel groot verschil ten opzichte van de tijd dat ik koers, zeg maar. Ja. Je bent ook parcoursbouwer, ja, dus uh, ja, er is veel te doen geweest over uh, Rukven, ja. die cross is niet kunnen doorgaan. En je je hebt de Maas Mechelen uh, ja. kunnen uh, bouwen, ja. ook Antwerpen, Antwerpen ook gebouwd, ja, ja, een beetje mee ontworpen samen met Chris en uh, Manaat, zeg maar. Uh, ja, Maas Mechelen hebben binnen anderhalf week gebouwd, was echt heel snel, uh, lang werk. Uh, ja, goed, de kritiek van de steen. Ja, oké, okay, goed, ja, leuk. Maar ja, ik liggen er niet wakker van. En uh, we hadden het de, de dingen we die we kunnen maken, hebben gemaakt. En uh, dat, dat is het eigenlijk, ja. Dus, uh... Kan je een parcours bouwen, Sanne? Jawel. Heb je Maasmechelen gereden? Ik heb het niet Ik gecheckt. heb Maasmechelen gereden, ja, ja, klopt. En? ja en het um... van stenen? Nee, van stenen niet eigenlijk. Alleen van dat eerste bergje, uh, ja. waar dat een beetje aanschuiven was. Ja. Maar ja, er moet altijd ergens één obstakel eerst zijn. Dus um... Dat was in aan een bergje. Ja, nee, geen last gehad van stenen. Maar elk parcours is die. in beringen liggen ook stenen. Maar daar heb precies nog nooit iemand over klagen. Dus um... het zal wel altijd overal wel uh, iets zijn. Hè? Ja, ja Maasmechelen hadden we de discussie nog met. Uh... Ik vond dat er geen trap moest. En de UCF-afgeantwoordiger die op die moment de parcours keurde. vond dat er een trap gemaakt moest worden. En uh, ik stond een redder voor de. en ik kreeg telefoon. Ja, we moeten een trap maken. Ik zeg: van wie moet dat? Nou, dus de uci verantwoordelijke vond dat er een trap moest komen, omdat dan een betere schifting kwam in het peloton. Maar anders kon je gewoon goed naar boven rijden en dan was er niks aan de hand geweest. Dus we hebben op zaterdag de trap nog af, of een trap gemaakt. En tijdens de wedstrijd werd die trap helemaal kapot gereden en kapot gelopen. En daardoor kregen we die opstropping. Ja, dan baal ik als parcoursbouwer ontzettend. En ik heb ook tegen uh, Chris als Schijn gezegd, joh, uh, ik rijd met dat chauffeurtje hier rond, uh, het kan makkelijk zijn dat ik een gat graaf en dat ik iemand erin gooi. Je bent gewoon pist, je, wordt, je bent er een week of een week aan het bouwen, dag en nacht. En dan komt iemand een parcours keuren en die zegt dan ineens, er moet een trap komen. Ja, dat, dat mist bij mij niet. Nee. Ik vind het ook gek dat er een trap moet bijkomen. Je zou denken van die trap is niet goed of zo, eruit of, of ja, nee, maar wat, wat, extra kon, iets. Ja, want dat was al een betere schifting, zeg maar. We hadden een schuine kant gelijk naar de finish. Oké, okay, daar bouwen we snel overheen, dat gaat niet, daar kun je niet oprijden, dat, dat doen we niet. We blijven onderlangs en dan rijden we de heuvel over. En dan moest daar ineens een trap komen. Ja, dat zijn dingen die. Nee, nee. Dus daar was ik helemaal niet mee eens. Maar ja, ze hebben het toch gemaakt. En uh, ja, het heeft toch uitgeworpen dat dat niet de juiste doorgang kwam zeg maar, die er moest zijn. Ja. Het verhaal, Ruk, vinden was, was pijnlijk omdat het zo laat beslist ja, zei, werd, zeker. Hè? Ja, het was heel pijnlijk. Je bent er een jaar mee bezig. We hebben een week een, week, een Wereldbeek kunnen organiseren het jaar daarvoor. U uh, ziet, zat met handen naar, of de KMU. Dat ze geen nk parcours hadden. Daar hebben wij het uh, op de dag zelf van uh, de wereldbeek op beslist. Uh, met elkaar nu om het parcours te laten staan. En een KNU, uh, nederlands kampioenschap te organiseren. En uh, ja, dat is echt. Daar hebben we met ons vrijwilligsteam. Uh, met het bestuur. Echt alles eruit getrokken wat eruit kon halen. Uh, je bent gewoon dag nacht bezig. Maar je verlengt het nog een keer. Met nog een maand langer, zeg maar. En dan uh, is het gebeurd in NK. Dan denk je van nou goed. Nou we Mooi met sponsors allemaal en dan krijg je in één regio drie grote evenementen. Uh, de Beekse Bergen, uh, wereldbeker, Ruk van had ingeschreven, de wereldbeker toegewezen gekregen en het WK. Alleen ja, de regio is te klein om alle wedstrijden te organiseren. Dus dan krijg je een financieel uh, mintje en dan heb je gezegd van ja goed, dan moeten we de stekker eruit halen om even rust te nemen en geen grote schulden te krijgen zeg maar. Ja. Nou goed, je kon niet dan storten op Maasmechelen. Ja, nee, zeker, maar zeker. zeker. Maar voor de vrijwilligers is het al wel zwaar. Ja, ja. absoluut. Ja. Dat was een deel van de wereldbeker. Er is uh, sprake van nieuwe wereldbekerwedstrijden. En uh, niet van de minste. Er wordt zelfs gesproken van New York en zo. Dus uh, Sanne, ik, ik neem aan dat je carrière nog wat doorgaat als New York. En dat soort plaatsen er nog bij komt. Dat weet ik niet. Um, ik vind uh, de wereldbeker uh, heel veel verloren heeft van zijn prestige. De afgelopen jaren met zoveel wedstrijden. Het is, uh, het is niet meer uniek om, uh, om een wereldbekercross te winnen. Het is elke week een twee wereldbeker tegenwoordig. Dus, uh... Niet door de locaties, maar door de hoeveelheid aan wedstrijden. Ja, ja klopt. Um, en ik hoorde dat dan blijkbaar misschien één, één wereldbekerwedstrijd nog is in Amerika. Maar wie gaat er naar daar gaan voor één wereld, wereldbekerwedstrijd? wedstrijd? Um... De volgende, daarna nog 14, dus je kunt nog punten genoeg pakken. Je hebt die wedstrijd niet nodig om het klassement te winnen, volgens mij. Dus Hoeveel wereldbekerwedstrijden zijn voor jou uh, ideaal om te spreken van een unieke competitie? Goh, ik denk zoals het, zoals het vroeger was. Een wedstrijd of 8 tot 10, denk ja. ik dat dat uh, toen was. Ja, um, maximaal 12 hebben gehad. In de tijd dat ik nog kostte, zeg maar, was het maximaal 12. En daarna is afgezwakt of afgegaan naar 8 wedstrijden. Zoals een beetje de superstage, zeg maar. Ik denk ook wel, 16 wedstrijden, dat dat heel veel is. Je hebt maar een aantal weekenden waar je een keer een wedstrijd kan doen. We waar er dus nu heb... 14, hè? Ja, nu 14, omdat een aantal afvielen dan, zeg maar. En viel nog een keer af. Dus het was wel teruggeperkt, zeg maar. Ik denk dat ze terug moeten naar 10 wedstrijden gaan. Maar dat is mijn mening. Ja, goed, Vlaanderen Classics ziet het anders, maar dat is... Ik vind wel een, een mix van klassieke omlopen en ook ja. unieke locaties lijkt me wel goed. Ik bedoel, Benidorm is er nu bijgekomen. Ik denk dat iedereen overtuigd was van... Oké, okay, er is nog wat werk aan, maar wat we daar gezien hebben, ook die, die belangstelling, blijven doen. Ja. En zo zijn er nog een aantal. Dan is het moeilijk om de keuze te maken. Hè? Maar nee, maar ik denk Dublin nou, was ook uniek. Door, door, het die belang van, ook? Ja, maar door het belang van de Wereldbeker gaat het belang van andere wedstrijden minder worden. En dat is gewoon zonde. Dus de, de, de Wereldbeker 16 wedstrijden zijn, gaan de Superstige en uh, X2O of welke kost dan ook worden minder. In Nederland heb je geen ene wedstrijd meer als het zo doorgaat. Om het gewoon en niet meer rendabel Op is. zich zijn de, de, de locaties zijn uniek, maar als je praktisch gaat denken en je moet één weekend in Dublin staan en je moet een weekend daarna in Val di Sole staan. Ik zelf ga nog met mijn ouders naar de cross, ja, die moeten bijna een week vakantie pakken om van Dublin met camperken naar Val di Sole te rijden. De naft staat ook niet zo heel goedkoop momenteel, dus het wordt om een duur wel, wel een, allez, een, een dure investering om, om naar die locaties en die wedstrijden te gaan als ze allemaal zo kort opeenvolgen ook. Ja, Als het een dat... beetje meer verspreid, verspreid zou zijn en er zit een weekend cross in België tussen en je zo valt, dan is het allemaal, ja, denk ik, net iets makkelijker haalbaar. Ja, dat is de, de, de eeuwige uh, spagaat. Je wil internationaler. Maar op die manier blijf je meer onder de kerktoren. Als je enkel op die manier redeneert, natuurlijk. Dat is, maar ik snap wel, van Dublin naar Val is niet evident. Nee, maar goed, de insteek van. Uh, weet je toch, ook, hè? we willen naar grotere plaatsen. Dublin, we willen naar Benidorm, we willen naar New York, we willen daarheen. Oké, okay, dat kan, als je daar zes of zeven wedstrijden van maakt. Maar laat dan die andere wedstrijden dan wel dat weekend gewoon vrij. Dus ga niet op zaterdag in hammen crossen en een dag erop naar Beensasson. Waardoor je nog 600 minuten moet verplaatsen. Of eh, net wat Sanne zegt. Uh, Dublin of Val di Soldo. Ja, dat is gewoon een trip dat niet te doen is. Als je ziet oorlogsstootjes, wat voor een team is, maar ook nog een keer voor de renner alleen al, met, met de familie of met de camper is. Ja, dat is zo onmenselijk groot. Goed, we gaan het hier niet oplossen, dat is duidelijk. Nee. Uh, we zullen het wel horen als de kalender wordt uh, voorgesteld. Ja. Nog één iets, want um, ja, de Belgische vrouwen, daar wordt vaak over gezegd: de opvolging. Um, zeg jij het, uh, Sanna, wie gaat uh, jou opvolgen? <laughs> Um, ik kan er wel geen antwoord op geven. Um, we zien nu bij de junioren wel, uh, wel een aantal ja, denk ik deftige winsters deftige aankomen. Maar ja, de weg is gewoon. Van nog... Sinai en, uh, en Moors. Ja, ja, klopt. Maar de weg is gewoon nog, nog super lang. Um, dus ja, hopelijk kunnen ze blijven groeien en, en kunnen ze inderdaad ooit in de elitecategorie uh, uh, komen, komen meevechten. Maar of dat daar ooit een Belgische wereldtitel laat gaan voortvloeien. Ik hoop het echt van wel. Maar ik denk dat je daar nu momenteel nog heel, uh, heel moeilijk moet zeggen. Rusting ja. Rusting blijven, ja. ze ze rustig in blijven. Ook gewoon als ze ze stil, stil laten groeien en uh, nog niet te veel uh, druk opleggen en nog niet te veel naar kijken nu, want dat helpt echt niet. Nee. Oké, okay, maar dan mag jij de voorspelling doen. Je, je wordt eerst nog vijf keer Belgisch kampioen de komende vijf seizoenen. Ze hebben nog maar een contract eerste... voor twee jaar. Ze dus hebben nog maar een contract voor twee jaar. Ja, maar dat een... regelen we dan wel. Ah, okay, okay. Wie volgt jou op als Belgisch kampioen als de reeks stopt? Goh, ik weet het echt niet. Ik ken, ik ken beide, beide winsters, maar misschien komt er nog iemand, iemand nieuw aan dat, dat ouder is, dat, dat nu pas het fietsen ontdekt. Ik weet het, ik weet het niet. In beide instellingen dus ook niet goed genoeg om te zeggen. Maar er dan... zijn er die nu ook nog rijden: Riberol, Verdonschot, Alicia Frank. Misschien ja, is het maar even met alle wel. respect, um, daar gaat het volgens mij om, om wereldkampioen te worden niet meer van nee, nee, komen. Oké, okay. um, ik, ik, ik zie het eerst binnen België. Binnen België. Ja. Um, Want de reeks moet eenmaal stoppen. Is het, is het iemand die nu al bij de profs volop meedoet? Of denk je van uh, het zal toch de jongere generatie zijn? Kan er, ook? Daar kan ik eigenlijk echt moeilijk een moeilijke antwoord op geven. Um, het is ook zo, als je van de juniors naar de belofte komt, dat die categorie samenkomt bij de elite. Dus als je als belofte kampioen wordt bij de elite, krijg je ook de elite -trui. Um, Dus het kan, het kan zomaar iemand zijn uh, dat nu nog bij de juniorrijd dat, uh, dat gaat worden. Um, maar Marion was er dit jaar, ja, ik wil niet zeggen dichtbij, want ik denk dat er een minuut 20 is nog altijd wel, uh, wel een verschil. Um, maar Laura is er ook al eens heel dichtbij geweest. En is tot nu toe ook nog nooit geworden, ja. dus pff, het, is, het is, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, eerst nog vijf keer Belgisch kampioen worden, <laughs> dus dat, dat spreken we af. Nee, uh, ik, ik rond af met, met het feit dat die veertien, je hebt het ook al gezegd, Camille, dat... Onmenselijk is. Ja, Sanne doet daar uh, ja, heel bescheiden over, ja, maar uh, dat is deze eigenlijk deze uh, niet, nee. onwaarschijnlijk. Nee. Noem ze maar op, wie dat gehaald heeft. 15 zeker hè? komt er. Ja, dat, dat, dat is ook weer al iets vergelijken. Je weet ook niet hoe die kampioenschappen daar geweest zijn. Nee, maar zijn. dat is een heel ander niveau. In Amerika was cross, is Cross heel anders als in, in België. En de tijd dat Sanne begon, uh, waren er in België ook nog hele goede dames. Dus ik denk niet dat je, dat je, moet, uh, dat je moet treuren of uh, dingen. Maar het is gewoon echt uh, trots zijn op wat je hebt. Absoluut. Wie uh, wordt volgend jaar wereldkampioen bij de vrouwen? Uh, Annemarie Worst. Annemarie Worst wordt wereldkampioen bij de vrouwen. Ja. Uh, nu overval je mij, vertel. Uh, na zoveel jaar uh, pech hebben en blessures en alles, gaat het een jaar goed zijn, denk ik. Sanne? Uh, ja, Val je uit de zetel? Ja. Of, uh? <laughs> nee, het is nogal een goede. Uh, rol. Het is nogal goed, he? moeilijk uitvallen, maar... Een goede <laughs> <Ja>. <laughs> Ik, leuning. Uh, ja, nee, dat uh, zou ik ook niet zien aankomen, ja. eigenlijk. Ja. Camille wil nog eens uitpakken op het einde van deze podcast. Uh, we zullen het zien. Ik, uh, ik dacht, ik vraag het maar, want hij weet alles van het vrouwenwielrennen, zeker in de cross. En uh, dat zal dan volgend jaar moeten blijken. Stel je voor dat Annemarie Worst wereldkampioen wordt volgend jaar. Dan halen we dit fragment nog eens terug. Komen we terug, hè? Ja, absoluut. <laughs> ja, je mag ook vroeger langskomen. Okay, okay. Fijn dat je er was, Camille. Dank je wel. Fijn dat je er was, Sanne. Het was uh, heel aangenaam. En ik uh, wens je een geweldige stage toe. Dankjewel. En eventueel nog een uh, overwinning in Parijs erbij. En ja. nog. Uh, dan ik kom ik ook, het ook nog eens terug. Te ja. ja, Goed, uh, u bedankt voor het kijken of luisteren. Volgende week de laatste aflevering van Cross van uh, dit seizoen. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Tot dan.